Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3 Dolle Waterpret, een van de droogste series op het internet. Of moet ik juist zeggen, natste series van het internet. Ah, want het is een waterpark, grotendeels. Waterpark, waar is water, waar is water? Wauw! Kijk dit! Het is een waterval en hij maakt watervalgeluiden. Zo realistisch! Oké, dan, nou, hier is in ieder geval het water. En weet je wat deze mensen nodig hebben? Nog meer water, want een van de requirements is... bezoekers in schoonzwembadcomplex 40. Ik heb hier al een schoonzwembadcomplex door de game gemaakt. Zit er 19 in. Je kan gewoon heel veel bezoekers winnen en dan zitten er vanzelf 40 in. Maar dat is geen stijl. Geen stijl. Niet als in Ponyuws geen stijl, weet je. Dat is een andere geen stijl met Rutger, de man met de fantastische vragen. Vandaag hebben wij een hele andere soort geen stijl. Ga gewoon een fucking awesome zwembad bouwen. Dan ga je naar attractie, zwembadje. Leg je er gewoon eentje aan hoor, doe ik echt niet moeilijk over. Ik doe dat graag zo en dan, ja, dan begin ik gewoon pas met hokjes aanleggen, weet je. Hij is pas net open, het is gewoon letterlijk een rechte lijn. En toch staan mensen al te popelen om in dit ding te gaan. Ik stel voor dat we toch de traditie voorhouden om eigenlijk bijna alle zwembaden... Oh, zwembadcomplex 2. Noem me gewoon YOLO Waterpolo. Dat weet ik, hè? Die vind ik gewoon grappig. Weet je, anders koopt niemand die kut t-shirts. Het is dan maar zo, YOLO Waterpolo. Je ziet al twee mensen in een bad en je ziet ook meteen, die hebben gewoon de pret van hun leven. En die denken dat die man ook gewoon weer weggaat. Of niet? Nee, hij denkt, nou, dit bad is fantastisch, daar ga ik nooit meer uit. Ik denk dat ik er nooit meer uit ga, zegt die man in zijn slaap tegen zijn dode vrouw. Die heeft. Die vrouw ligt wel bij hem in bed, hè, weet je. Ik wil toch een beetje een duidelijk scenario geven van de man en zijn dode vrouw. Voordat je allemaal gekke dingen gaan denken en zo, dat hij die vrouw begraven heeft. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je een dode vrouw begraven? Als je ook gewoon gezellig... bij je in bed. En dan zou ik zelf dan wat verwarmingselementen in de stop, want dode mensen worden vaak best wel snel koud. En ja, het is natuurlijk niet fijn om met te knuffelen en zo. Dus ik zou wel verwarmingselementen zo in de borsten, gewoon daar zo erin steken. Gewoon een stukje, een weerstandje of zo. Voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, dan heb je echt duidelijk nog geen dode vrouw gehad. Dat is allemaal niet erg. Dat komt met de tijd, weet je wel. Wij zijn met de tijd. Ondertussen ook eventjes wat zwembad. Ik heb denk ik wel 40 mensen in dit bad. Ik bedoel, het zwembad is net open. Het is nu al goed. Hier is natuurlijk nog een zwembad. En ja, die moet ook een naam hebben. En dan noemen we deze gewoon dode vrouw. Dode vrouw. Weet je, ik heb niks tegen vrouwen. Ik heb niks tegen de dood. Maar dode vrouwen in je bedje, dat is gewoon fijn. Dus eigenlijk is het alleen maar positief. Ik zet de dode vrouw in een positief daglicht. Zometeen krijg ik trouwens iets van 100 mensen in het zwembadcomplex. Nou, hé, dat ging makkelijk. Ik heb er nu al veel meer. Laat ik wel voor de prijs. Hij is gratis. Waarom de fuck is dit? Ja, tuurlijk zitten er zoveel mensen in. Het moet fucking 2 euro zijn, gek. Maar hoe kan het nou weer gratis zijn? Hoe kan dat? Waar ging het mis? Zwembaan horen niet gratis te zijn. Wat denk je wel niet? Is het zwembad ook gratis? Ja, die is 4 euro. Ja, gek dat mensen dan wel in deze gaan en dat daar nog geen hond in zit. Als ik die gratis had gemaakt, had ik waarschijnlijk die eerste objective al gehaald. In ieder geval, momenteel zit er vast aan een veel kutter objective, een parkwaarde. Ik haat parkwaardes. Betekent gewoon bouwdingen. Over bouwdingen gesproken. Laten we ook even gaan wat andere dingen doen die we nog helemaal niet geregeld hebben. Zoals wat meer onderzoek in achtbanen en enge attracties. Dat zijn leuke dingen om te bouwen. Wat minder in junior attracties. Ook wat minder in achtbanen trouwens. Ik vind sowieso, enge attracties heb ik er trouwens al vet veel van. Dus ik kan beter gewoon puur eventjes wat leuke achtbaanontwerpjes uit mijn mouw schudden misschien. Ook wel tof. Nou, doen we gewoon lekker zo. Dat ik ook even ga wat winkeltjes maken. Want mensen hebben ook wel eens dorst. Het schijnt uit hele speciale, betrouwbare bron dat mensen wel eens dorst hebben. Laat ik sowieso van de mechanic aannemen, want de game zei al... Ja, Rick, monteurs kunnen niet bij je kraampje, bij je attracties komen. Komt omdat ik geen monteurs heb. Wauw. Hoe werkt dit? Nou ja, zo dus. Oh nee, mijn klusjesmannen zijn meteen al doodongelukkig. Ik heb je net aangenomen. Ik weet het, ik ben die irritante gozer van de YouTube-filmpjes. Maar ik kan wel een beetje enthousiast zijn. Ik geef iedereen gewoon even een lekkere opleiding. Opleiding is er goed voor je of zo, weet ik veel. Studeer, kinderen. Laat er niet bij zitten. Het leven eindigt niet bij groep 8. Dat is serieus. Ik dacht toen ik in groep 8 zat, dat ik na groep 8, in groep 6 of zo, dat yes. Dan ga ik lekker groep 8 afmaken en dan ga ik lekker werken zoals papi en mami. Ik was vast niet de enige die niet vanaf het begin al wist dat er iets was genaamd middelbare school. Dat kom je gewoon in groep 7 één keer achter. Hoor je, ja, je ziet de score gaat dan bepalen naar welke school je gaat. Dan, welke school? Zo ging het in ieder geval bij mij. En het was kut, het was schrikken. Nee, niet nog meer school. Nee, dat is ongeveer mijn reactie. Toen ik dus eenmaal hoorde dat je verschillende scholen had. En dat die scholen dan weer bepaald werden door hoe slim je was. Ik zei van, ja, godverdomme, dan ga ik aan het werk ook. Dus toen ging ik opeens vet mijn best doen op school. Want ik wilde super graag HAVO doen. Of, ja, eigenlijk gewoon HAVO. Dat was eigenlijk gewoon mijn doel. Ik zei, mama, ik ga verdomme HAVO doen en ik kan er niks aan doen. Nou, vooruit maar. Ik denk dat als ouder best wel iets fijns is om te horen. Dat je kinderen zeggen, ik ga verdomme HAVO doen. Of ik ga gewoon niet.
Ja, dat is wel gemotiveerd. En dan gaan de meeste kinderen niet. Maar dat is een ander verhaal. Het is gezellig in het zwembad met Evelien H. Ik wou de naam net veranderen in Evelien Homo. Gewoon voor de grap. Niks tegen homo's natuurlijk. Ik heb niks tegen homo's. Ik ben gewoon een man die slechte grapjes maakt. En ja, als ik aan de letter H denk, denk ik al snel aan homo. Misschien zegt dat wel veel over mijn geaardheid. Ik weet het niet. En nu ik nog 6000 euro in de portemonnee heb zitten, ga ik maar van een achtbaantje bouwen. Een boomstamrivier bijvoorbeeld, doet het altijd goed bij de kinderen. Of een stroomversnelling, nog meer water, King Rapids. Nou, die bouw ik gewoon eventjes zo, daar doe ik echt niet moeilijk over. Het is niet helemaal perfect voor de waarde van je park, maar ja, whatever. Whatever. Dan zal ik hem gewoon daar bouwen? Ja, het is wel een beetje moeilijk te connecten aan het pad, weet je wel. Dan moet je toch altijd een beetje rekening mee houden dat mensen ook de attractie... Oh nee, de uitgang is daar. Oh man. Oh, dit gaat wat worden, jongens. Dit gaat wat worden. Nou, die kant op in ieder geval. Ja, kijk, je weet in ieder geval welke kant je op met het pad. Ik moet namelijk daar tussendoor. En nou hopen dat we dit pad bij dat andere pad kunnen aansluiten. Dat zou eventjes fijn zijn. Ja, hoe? Hoe doe je dat? Goeie vraag. Misschien kan ik beter vanaf het andere zandpad zeg maar daar naartoe werken. Of niet? Denk ik dan, hè? Oh, oké, dan niet. Ja, het begin is al voltooid. Nou, dat is fijn, dat is fijn. Alleen ik heb hier nog een King Rapid staan. En die gaat momenteel niet echt ergens heen. Wat je voor mij wel kan doen, is gewoon vet handig, dit. Kijk, ik kan het pad gewoon meteen zo laten lopen. Dan komen ook wat mensen hierheen, weet je. Er gaan niet veel mensen in die King Rapids, maar ik flik hier nog gewoon meer attracties neer, hoor. Geen zorgen kijken, dit kun je ook gewoon zo doen. Je kan ook gewoon een lijn trekken, trouwens. Zo, jee, wat een mooie rechte lijn. Ik ben dol op rechte lijnen en ik vind ze recht en fijn. Nou, dan is dit pad gewoon meteen een stukje makkelijker geworden, hoop ik. Denk ik. Ik wil graag de planning er weer bij. Ja, precies. Ja, ik kan hem ook gewoon leggen zo. Wauw, wat mooi. Wat een mooie attractie. Dankjewel. Shoutout naar mezelf. Zo, nou, dan komen hier gewoon gezellige kinderen heen. Die gaan gewoon in die King Rapids. Eén bootje? Wat denk je dat ik ben? Stom? Nee, twee bootjes. Ha, ha, ha. Ik noem hem Koning Rapido. Koning Rapido. Rapido is echt zo'n vader- en moederwoord. Tenminste, mijn vader en moeder. Rapido, weet je al. Fuck het woord, snel. Rapido. Misschien ben ik de enige met dit trauma. 100 mensen in school zwembadcomplex. Pats, in één keer gehaald. Heb ik eigenlijk schulden? Heb ik schulden? Tuurlijk heb ik geen schulden. Ik ben fantastisch. Pff. Hey. Hey yo, high five je. Nee, oké, okay, cool. Dan niet. Haters. Jullie zijn haters. Jullie disliken dit. Oh nee, dan gaan jullie echt weer disliken. Dat is vet irritant. Mensen kunnen dat niet zien, die zeggen dan, ah, jullie disliken. Dan denken ze, oh, nu ga ik de video disliken. En dan heb ik Rick echt supergoed tuk. Zal ik dat vertellen? Dislikes voegen niks toe op YouTube. Hoe meer likes je hebt, hoe meer views, hoe meer YouTube geld, hoe gelukkiger ik word. Alleen bij dislikes werkt dat echt totaal niet. Behalve als echt de helft van de meer dislikes zijn dan likes, maar... Maak daar alsjeblieft even niet je doel van. Steun me gewoon en flikker gewoon even een like op. Ik weet dat ik nu toch alleen maar dislikes krijg. Ik heb gefaald. Oh man. Weer omgekeerde psychologie en dat soort shit. Fucking irritant. Ritsfirebroek. Weet je waarom? De attractie heet Zipper. En Zipper is in principe gewoon een Engels woord voor rits. Dus ik noem hem Ritsfirebroek. Lekker duidelijk, lekker duidelijk. Wat is het nou? Ritsfirebroek. Oh mijn god, een dolfijnenshow. Altijd al gewild toen klein was. Was van Rick, wat wil je voor verjaardag? Een dolfijnenshow. Wil je erheen? Nee, nee, ik wil gewoon echt een complete... Voor mij moet hij in het water staan. Voor mij werkt dat zo met dolfijnenshows. Ja, ik zet hem wel lekker hier neer. Wat denk je er zelf van? Ik heb geen idee hoe dit moet. Laat dan maar dolfijnenshow. En een druk zwembad. Wat mooi. Wie heeft dat gebouwd? Al was ik het. Oh. Hey, kijk, daar gaat mijn entertainer. De man in het haaienpak. Kan het haaienpak ook roze? Maar natuurlijk kan dat. Is dit roze? Ongeveer. Dit is oranje meer, denk ik. Ja, dat is geen roze. Is dit roze? Goed genoeg roze. Noem deze kleur blauw. De roze. Oh, hij heeft blauwe schoenen aan. Logisch. Bezoekers hebben honger. Overweeg überhaupt gewoon etenskraampjes te plaatsen. Ik ben zo druk bezig met van alles. Ja, dan vergeet je dat soms gewoon eventjes, hè. En dan ga je gasten dood. Dan heb je gewoon al een jaar lang een pretpark. Zit in jaar 2. Maar met de... Oh ja, misschien wat pizza. Ik noem hem wat pizza. Nee, misschien wat pizza. Dit is een goede aflevering. Qua namen. Ja, misschien wat pizza. En dan noem ik hem ook gewoon. Misschien wat pizza. Want dat is ook gewoon verkopen. Wat verkoopt hij? Nou, ik weet niet precies. Misschien wat pizza. Ik kan niet precies zeggen hoeveel. Dan mag je niet van mijn baas, maar... Ik denk dat we ongeveer wel wat pizza hebben voor u, meneertje. Dit is Karel Kokos. Zo, Karel, wat een mooie achternaam heb je daar. Ken jij mensen? Zo in de reacties. Ken jij mensen met de achternaam Kokos? Geef ze een zweterige knuffel van mij. En een tientje. Gewoon puur, omdat ze deze serie mogelijk maken. Shoutout naar de Kokos Boys. Is het gezellig bij deze attractie? Oh nee! Helemaal de uitgang vergeten. Ik zie ineens allemaal verdwaalde mensen en ik denk, ik ben wat vergeten. Ik ben wat vergeten en dat is niet zo goed. Nu gaan de mensen dood, langzaam dood. Ik ben wat vergeten en dat is niet zo goed.
Nou mensen, vrijheid is nabij, hoop ik. Please, zeg even dat de vrijheid nabij is. Ja, jullie zijn niet meer verdwaald, wat goed. Ik heb wel wc's, gelukkig zijn ze wel 30 cent. Godverdomme, geen 30 cent, oh man. Ik zit even te denken, wat nou als je gewoon attractie negatief geld kunt hebben. Dat per keer dat iemand naar de wc ging, dat je hem gewoon 30 cent geeft. En als ze plas verkoopt aan de FBI, even een DNA-analyse. Ja, hebben ze gewoon alles. Weet je wel. Over DNA-analyse gesproken. Ik vind, hè, dat is weer zo'n lekkere mening, want ik heb graag meningen. Ik vind dat de overheid gewoon iedereen moet dwingen zijn DNA af te staan en moet gebruiken voor het pakken van moordenaars. Het probleem in Nederland is zo vaak dat we gewoon DNA hebben. Ik had helemaal vergeten. Voor de mensen die de vorige aflevering hebben gezien. Ik kreeg zeg maar een deal van de game. Van hey, de sheik die wil geesten verdrijven of zo, bouwen. Allemaal, zoveel dingen in het thema. Zoveel attracties in het thema van zijn paleis. Ik dacht, oh dat doe ik even. Helemaal vergeten. Maar kijk, hier is zijn paleis. Ik heb gewoon wat attracties bij zijn paleis gezegd. Denken ze, oh ja leuk, goed gedaan, goed gebouwd. Yay, dan doe een lampje erop. Een heleboel geldjes. Deze boot is echt sick. Odyssee attractie. Oh, nee hoor. Nee hoor. Nee hoor. Ik ontken alles. Ik ontken alles. Politie. Maar ja, het probleem is heel veel. De politie heeft gewoon vaak het DNA van de dader. Alleen, ja, ze hebben bijna van niemand het DNA. Dus dan kunnen ze vaak runnen door een criminele database. In ieder geval, ik weet dat in Amerika moeten alle criminelen hun DNA afstaan. Dus ze kunnen kijken of het een ander crimineel is. Anders kunnen ze het niet pakken. En waarom heeft Nederland dat dan niet? Nou, DNA bevat ook privacy. Je DNA staat bijvoorbeeld of jij een verhoogde kans hebt op kanker bijvoorbeeld. En sommige mensen hebben dan zoiets van, ja, als die informatie uitlekt en mijn verzekeringmaatschappij weet dat ik een hoge kans heb op kanker, dan gaan ze me niet verzekeren natuurlijk. Want als ik dan die ziekte krijg, dat kost klauwen met geld voor die verzekeringsmaatschappij. Dus zijn mensen daarom heel bang om hun DNA af te staan. Ja, ja. Dus ja, het moet gewoon goed bewaard blijven en dan is het geen probleem. Nou, in ieder geval, mooi attractie hier, mooi daar. Deze noemen we natuurlijk heel origineel Serpent Gameplay. Want ja, het is een slangvormige glijbaan. Serpent Gameplay. Serpent Gameplay. Dat is gewoon de naam van die attractie, er is niks mis mee. Voor de rest, ja, het gaat lekker gezellig in mijn park. Ik heb 20.000 en ik heb te veel geld om uit te geven momenteel. Dat is een luxe probleem dat ik wel vaker heb. Eigenlijk niet, jammer genoeg niet. Jammer genoeg heb ik niet, oh, wat moet ik met al dit geld? Nee. Als jij deze video nou even like, misschien wel. Waarschijnlijk niet. Oké, we bouwen gewoon even een hele dure van 13.000. Puur omdat ik te veel geld heb. Gewoon puur. Oké, dat is wel een grote jongen. Ik weet niet veel van jongens, maar ik weet dat dit een grote is. Misschien, ik wou het zeggen, misschien moet ik hem hier zo. Het is wel heel hoog. Ik hou niet zo van hoog. Hoog is niet goed voor je. Gezondheid. Zo, werkt dit? Nee, moet hij weer heel hoog. Oké, ik bouw hem wel gewoon hier. Ik zie gewoon blauw. Niet genoeg geld. Ik ben miljonair, man. Ik ben praktisch miljonair. Ik ben praktisch rijk. Oké, want die draaien wel een beetje. Darude Sandstorm. Ik weet niet of het momenteel nog hip is. Op de tijd dat deze video online komt. Maar Darude Sandstorm. Gewoon in het algemeen. Rick, wat is er met Darude Sandstorm? Oh nee, dat komt net weer niet goed, hè? Dat is minder. Godverdimmetjes. Godverdimmetjes, dat is nieuw. Paleis staat gewoon in de weg. Hey, klootzak. Yo, wat is er? Je paleis, lul. Ja, wat is er met mijn paleis? Wat is er met mijn paleis, meneer? Het staat in de weg. Oké, nou, in ieder geval, ik hoop dat dit gewoon de parkwaarde gigantisch opschroeft. Want ik ga er voor de rest echt vrij weinig mee doen. Oh, ik zie trouwens wel waar ik dit kan connecten. Ik denk dat ik de ingang heel mooi, heel sluw, als een, ja, een ekster. Eksters zijn toch sluwe dieren, toch? Zijn dat niet die beesten die altijd je juwelen jatten, zeg maar? Nou, zo sluw ben ik vandaag. Want ik bouw gewoon recht over deze cactus heen. Ik weet niet of ik wel langs deze muur kan momenteel, anders zou dat heel jammer zijn. Oh, kijk, dan heb je iets wat hoger nog bouwen, joh. Oké, wat ik ga proberen. Let op, het woord is hem hier. Ja, precies. Het sleutelwoord van vandaag is proberen. Als ik dit pad nou heel mooi zo aanleg. Wauw. Dat is best wel cool. Geef het toe, dat is best wel handig. Alleen nou is het enige probleem. De uitgang. Die is daar. Ik kan de uitgang ook gewoon daarop aansluiten. Weet je, fuck die poep. Het enige probleem is, ik heb niet heel veel geld. Wat, 4000? Waar had ik in één keer 4? Ik dacht net. Nou, ik had niet allemaal geld opgemaakt. Voor mij kan deze attractie 2 treinen hebben. Dat is in principe wel fijn. In principe, in het algemeen. Stormrun, ik noem Darude Sandstorm. Ik ga ervoor. Darude Sandstorm. Voor de mensen. Waarschijnlijk is het alweer over, weet je. Deze neem ik meteen op na aflevering 1, zo'n beetje een dag later. Omdat ik heb gewoon heel veel zin om deze serie op te nemen. Dus het zou best kunnen dat over een weekje pas online komt. Maar Darude Sandstorm is al een paar weken bezig op YouTube. Ik weet niet precies hoe het kan, maar voor mij was er een streamer. En toen kwam de hele tijd het nummer Darude Sandstorm in beeld. En sindsdien commenten mensen gewoon heel willekeurig Darude Sandstorm. En dan waarom, kun je afvragen. Nou, het is gewoon om andere mensen te fucken die in de war raken van, huh?
Daar, en dan is het leuk als je ziet, oh, welk muziekje is dit? Hoe heet dat muziekje dat de YouTuber hier gebruikt? En dan commenten mensen voor de trolls, de Rude Sandstorm. Oké, is het nu te hoog? Oké, dan geen probleem. Dat is eigenlijk omdat ze dus, ja, het is niet de Rude Sandstorm, snap je? Het is gewoon een grapje. Oké, nou, hij is open. Het heeft flink wat gekost, maar ja, dat is handig als je een ding nodig hebt. Oké, we hebben de parkwaarde. Het enige wat we nog hoeven te doen is een minimale spanning 3,5 bij een waterglijbaan. Dus, ga naar de waterglijbanen. Een aquablaster, zoek er eentje met een minimale spanning boven de 3. Opwinning, ja, dat is makkelijk, joh. 2000 kost hij, dat is een flinke knap geld. Een flinke som. Nou, het enige wat je moet doen is zorgen dat hij het werkt. Hoeft niet eens in principe, ik kan hem ook gewoon neerzetten. Als het ding maar niet verwijderd wordt door de overheid en zo. Oh, Rick, zoveel dode kinderen. Dat kan niet meer. Dus dat zeggen ze dan. Erg lullig ook altijd, vind ik. Kun je die bouwen? Jawel, maar kost wel 3000. Oké. Ik weet niet eens of dit werkt, maar ik gooi hem. Kijk, er zit nu momenteel geen zwembad onder. Was je misschien al opgevallen? Wat je moet doen is, mensen moeten wel vaak in een zwembad landen. Wordt fijn gevonden. Zal ik eventjes voor de grap een zwembadje onderzetten. Zo, wow, mooi. Ik weet niet of ze er nu in landen. Moet je eventjes oranje aanzetten. Zo, komt ie, hè? Wow, schieten die bootjes erin. Ja, oké. Die komen echt daaruit. Sorry, jongens. Werkt het nu wel? Welke achtbaan? Ja, ik accepteer hem wel gewoon. Het gaat niet eens werken, maar oké. Kan je hier overheen bouwen? Nee, oké. Dus ik heb het gevoel dat de bootjes... Nee, ze komen er nu net aan in. Zie je dat? Ja, ja, ja. Om het in ieder geval het level te halen, moet hij wel open zijn. En ik kan hem in principe openzetten. Oh, dat mag nog niet. Kijk, er zit nog geen paadje aan. Zie je dat? Mensen kunnen niet vanaf het zwembad. Ik kan gewoon eerst eventjes doen alsof dit een apart zwembad is. Dat is wel een goed plan. Hier, dit is nu zwembad 3. Als ik hier even de ingang bij zet, is dit volgens de game gewoon zwembad 3. Weet je, maakt niet uit dat het niet zo is. Zwembadcomplex nummer 3. Ik weet niet of er mensen in kunnen vanaf hier. Ik denk het wel. Er kunnen mensen in, toch? Ja, nou, zwembadcomplex 3. Even opengooien, kijken of er mensen in gaan. Gaan er mensen in? Ja. Nou, zwembadcomplex 3. Het enige wat ik hoef te regelen is dat mensen erbij kunnen komen. Dus eigenlijk wat je gewoon moet doen is naar beneden bouwen. Ja, niet heel uitdagend of zo. Eigenlijk wel, want er is niet echt heel veel ruimte. Je kan beter bij het zwembadje zelf beginnen, denk ik. Met zo'n pad bouwen, toch? Ja, hè? Dat vind jij ook wel. Oh, we zijn al 17 minuten bezig, joh! No! Nee, ik ben geen flauwe jongen. Ik maak het wel even af. Ik maak af waar ik aan begonnen ben, ofzo. Heb je gedaan wat je moest doen? Tuurlijk, SpongeBob, tuurlijk. Zij Octo. Vol trots. Nee, dat zou ik wel doen als Octo was in ieder geval. Ja, in ieder geval, ik zeg best vaak in ieder geval. Dat doe ik best wel, vaak en dat is een hele irritante gewoonte. Als we dit paadje aansluiten, wat trouwens nu ondertussen veel te hoog is. Misschien is het nu veel te hoog. Nog steeds. En nou moet dit even minder hoog. Verdurie zeg. Verdurie, die verdomme Bassie en Adriaan. Een beetje zo. Is het nu goed? Waarschijnlijk niet. En nou is het weer te laag. Het is ook nooit goed, hè? Het is inderdaad nooit goed, kijkers. Zo dan misschien. Hier niet. Weer te laag. Oké, misschien moet ik hem zo doorbouwen. Ik denk dat ik zo'n halfje erbij moet doen. Zo eentje, ja. En dat ze dan mooi klikken. Ja, we hebben hem. Oké, dan gooien we nu de attractie open. Bam. Je bent een echte tycoon. Ik ben een echte tycoon. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Hopelijk net zo leuk als deze. Met deze ik ga zo erin gaan. We gaan erin. Om de video leuk af te sluiten voor jong en oud. Gaan we erin. Ik wil even dat hij gauw vertrekt. Dat zou fijn zijn. Oké. Kom op. Attractie. Oh, er moeten even mensen in. Ik heb niet meer eens dat pad aangelegd. Zeg ik, klote. Is het niet gewoon een knop die gewoon vertrekt? Dat zou heel fijn zijn. Ik drink even een glaasje water en je hoort me toch al bijna niet boven deze pokkerrie. Pokkerrie is het. Nou, in ieder geval, waarom gaat er niemand in? Ik zet de tijd even sneller. Iemand. Oh nee, ik dacht dat er heel veel mensen vastliep, maar dat viel mee. Ga die trap op. Oh, ze vinden het te spannend. Ze vinden hem niet spannend. Ze vinden het te spannend. Oké, daar gaat iemand in, denk ik. Oh, ze keert weer terug. Slettenbak. Uitdaging niet voltooid. Wat jammer nou. Interesseert me helemaal niks. Maar dan gaan we er niet in. Lekker duidelijk. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet niet te liken als je leuk vond. Oh, ik heb nog een eindscherm. Gemaakt door Niet Mo. Vorige aflevering weer vergeten te vertellen. Niet Mo. Hele lieve meid. Op Twitter. @NietMo. Voor mij heeft ze ook een YouTube kanaal. Maar die weet niet uit mijn hoofd. Niet Mo. Zoals niet Rick Broers. Niet Mo. M-O. Als in no. Maar dan met één streepje minder dat een N wordt. Dus ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!